gaat zo. Kijk eens. Lekker bezig. Hallo allemaal, mijn naam is Peter en dit is Motortest TV. En we gaan een eerste indruk video maken. En de eerste indruk video is in deze video, even kijken dat er niemand aankomt, de Tracer 900 GT, de Yamaha Tracer 900 GT. En de Tracer 900 is een motor die er al een tijdje is, maar deze GT Grand Tourer, waar het eigenlijk voor staat, is denk ik hoe je hem wel wilt hebben. Dat betekent standaard meegeleverd met de meegespoten koffers. Dat betekent dat er een prachtig mooi comfort saddle op zit. Hij heeft, als het goed is, betere vering als de normale Tracer. En daarbij is hij ook qua elektronica nog wat meer uitgerust met onder andere cruise control, als het goed is handvatverwarming en een quickshifter. Dus eigenlijk alles wat je wenst op zo'n mooie motor, want het is een sportieve tourmotor, ja, dat zit er allemaal al op. Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan, maar je krijgt er wel wat voor terug. Dus ik ben heel benieuwd. Er komt natuurlijk nog een uitgebreide review. In dit geval gaan we een duo test doen met de Nikon GT. Maar goed, eerst nu de eerste indruk van de Tracer. En als je gaat zitten, je merkt gelijk dat er een comfort saddle op zit. Mijn voeten, ik krijg ze plat op de grond als het moet. Maar in principe zit ik net met mijn tenen aan de grond. Lekker breed stuur, alles overzichtelijk aanwezig. Dus we gaan het contact aanzetten. En we gaan kijken hoe dat eerste gevoel is van deze mooie motor. Ik kan net mijn dashboardje niet helemaal zien. Er zit de camera voor. Jullie zitten ervoor. Maar goed, jullie zitten eerste rang om mee te rijden. Startknop, deze kant. Start te lopen uiteraard. Nou, even kijken naar wat knopjes. Groot licht, knipperlicht. Hier zit je cruise control. Traction control. Dan heb je hier nog een rolknopje voor de fuel gauge. Ja, wacht even. Dan kun je daar zo. Ah, kijk. Hier zit dus een toggle knopje. Die kun je indrukken. Nou gaat de handvatverwarming aan. Je kunt hem nog een keer indrukken. Dan kun je hem. Je ziet de streepjes weggaan. Zachter zetten en nou is die weer uit. Dus dit is een menu scroll knopje waarmee je ook kan bevestigen. Heel handig, mooi knopje. En ik doe het even nu tijdens het stilstaan, omdat ik anders mijn mooie full color TFT scherm niet goed kan zien. Hij heeft ook een quickshifter. Dus we gaan eens even proberen. Wat ik altijd wel lekker vind met we gaan rijden. Hup, zet dingen ze in. Klep dicht. En wat ik altijd wel lekker vind van handvatverwarming, ook al staat hij niet aan, dat die handvaten vaak net iets dikker zijn. Nou, wat merken we? Het is voor mijn gevoel een redelijk hoge motor. Dus ik zit er echt lekker bovenop. Een lekkere soepele motor. Ja, kijk, de Tracer is altijd al best wel een favorietje van me geweest. Ja, en dat 3-cilinder 900cc motorblok. Ja, dat is wel heel prettig hoor. Heel soepel. Even kijken, de modus. Mode B. Mode standaard. Mode A, mode B, mode standaard. En in standaard merk je dat hij wat soepeler is op het gas. Dat merk je gelijk, hier bult je over. Ja, die vering doet het ook heerlijk. Dan, ondanks dat je het gevoel hebt dat je vrij hoog op een motor zit, beperkt dat je niet in hoe die stuurt. Quickshifter. Ja, doet het allemaal prima. Het is alleen een quickshifter voor omhoog, niet naar beneden. Nou, alle knopjes, alles zit waar het zitten moet. Traction control in te stellen. Modi's kun je selecteren. Wat ik zei, menu. Het ruitje. Als het goed is. Dan gaan we even proberen. Met een simpele beweging in hoogte verstelbaar. Hij staat nu op de hoogste stand. En dat is de laagste stand. En alles daartussenin kun je vastzetten.
Ja, dit is wat ze dus tegenwoordig toch eigenlijk een sportieve tourmotor noemen. En wat houdt dat dan in? Ja, dat je in mijn ogen, maar daar ben ik misschien ouderwets aan het worden, is een sportieve tourmotor meer iets zoals ik het zelf heb, niet zo'n hoogpoter. Maar dit zijn tegenwoordig de tourmotoren, aangezien deze geen aspiraties heeft om offroad te gaan, is het zeker geen adventure bike, dus is dit een sportieve tourmotor. Nou, wat merk je dat aan? Wat gevoel, het eerste indruk, je ziet gelijk makkelijk de knop zitten om je verlichting te verstellen, 12 volt aansluiting erbij, even de cruise control testen, lampje gaat aan, set, nou, en dan gaat hij weer, hè. Nou, dit is wel wat je wil op een tourmotor. Cruise control, als je lange afstanden op de snelweg rijdt, lekker niet zelf aan het gas hoeven hangen. Natuurlijk moet je niet te veel zo rijden, je moet gewoon je handen aan het stuur houden. Nou, en reset. Cruise control uit. Huppakee. Gear indicator. Spiegeltjes. Op de goede plek, trillen niet. Wat nog wel eens gebeurt met deze spiegeltjes, dat ze wat naar je toe komen tijdens hoge snelheid, moet je gewoon daar wat vaster draaien. Ja, dit is een, ondanks dat ik wat, kijk eens jongens, lekker bezig. Ja, dan gaat hij heel makkelijk hoor. Het is natuurlijk ook perfect weer, dus de omstandigheden zijn ook prima, voldoende grip. Ja, en de Tracer heeft eigenlijk altijd wel hoog op een verlanglijstje gestaan. Een van mijn eerste video's op Motortest TV, ook een van mijn best bekeken video's, zal hem even linken hierboven, is de Tracer 900 geweest. Maar dan is deze wel even een stap verder hoor, die GT. Ja, dit is hoe je hem hebben wilt. Voelt goed, zit lekker, koffertjes erbij, windbescherming op die kappen, verstelbare ruit wat ik zeg. Ja, die eerste indruk is lekker. Instelbare voorpoten. Nou, ik zet hem nou toch weer even in die. Even kijken, hoe denk ik? Stand A. Wat toch de agressiefste stand is. Oh, ik zie hier ook nog een knop. Volgens mij heeft hij ook nog zadelverwarming. Is een beetje raar weggewerkt hier zo. Ik neem de mensen niet aan dat het vooruitverwarming is. Het lijkt er wel zo op als je naar kijkt. Maar dat moet dus de zadelverwarming zijn. We gaan hier alweer naar rechts. Even ons standaard rondje maken. Nou ja, die remmetjes doen goed. Ik weet niet of die ook ten opzichte van een normale Tracer betere remmetjes heeft. Maar hup, vanuit 4. Groen, oranje. Dan zit je bij de 9000 toeren. Nu gebruikt de achterrem erbij. Ja, lekker. Wow, die klote kutzooi hier altijd in die bochten. En dat zadel, er zit ook nog een klein, ik noem het even een ruggensteuntje in. Ik vind het lekkerder als ik wat meer achter op het zadel zit bij deze motor. Dan heb ik ook iets, ja daar, dat is de plek waar je moet zitten, achterop. Ja, hier kijk eens lekker hoe mooi die gaat hoor. Ja, het is wel een stuurmansmotor. Hier natuurlijk even niet die bochtjes te prutsen, omdat we met knopjes bezig zijn. Lekker rechtsbochtje hier. Ja. En dan is het wel een hele complete motor, jongens. En zo voelt hij ook. Je komt niks tekort. Niet qua vermogen. Niet qua informatie. Kijk, nou is dat spiegeltje naar me toe gekomen. Dan moet ik hem iets terugzetten. Dat betekent dat dat schroefje daar even wat aangedraaid moet worden. Dat is wel irritant. Maar goed, dat is een boutje aan het draaien. Nou, hier onze bekende lange doordraaier.
goed doorheen kijken. Ja, hier kun je wel plezier mee hebben hoor. Zo, hier zo nog. Iets met achterremmetje, trekremmen. Slepend remmen heet dat. Hier naar links, kniplichtje aan. Die Volvo heeft zijn tankdop nog open. Je hebt je tankdop nog open. Ja, als je elkaar even kan helpen, moet je het doen. Ja, maar jongens, dit zit wel super comfortabel hoor. Dit is wel de naam GT, mag deze zeker hebben. Kijk, de quickshifter. Met dit soort dingen is een quickshifter geweldig. Ja. Dus ik kan me niks bedenken wat er aan deze motor nog anders moet. En de ruit. Ik heb wel wat buffering om mijn helm. Maar het valt mee. Dus als je volgens mij nog zo'n klein dingetje erop zet, ben je helemaal klein. Nou, even hard remmen. Ja hoor. Goeie remmentest. Volgens mij voldoende ruimte, want dat is ook belangrijk bij dit soort motoren voor iemand achterop. Grote buddy seat, brede beugels om hem aan vast te houden, zou je achterop zitten. Ik ga zelf even achterop zitten, want dat kan hè. Ja. Ja. Wat heb je hier nou nog te wensen dan? Dus de eerste indruk is een ontzettend fijne tourmotor. Pittige tourmotor, alles erop en eraan. En die koffers zijn ook lekker smal. Het zal daardoor misschien niet heel veel meer ingaan, maar daardoor wel heel makkelijk om ook tussen de files door te komen. In dit segment, deze motor, en deze kleur is fantastisch. Ja, dan klopt het plaatje wel helemaal bij deze. En ook echt helemaal. Oh, gooit me heerlijk. Ietsje hangen. Ik hoef geen druk uit te voeren op het stuur. Zo. Ja, en ik ben persoonlijk wel fan van de styling van Yamaha. Dus als je dit zo ziet, ik vind deze kleurstelling echt mooi. Met die mooie gouden voorpoten eraan. Drie cilindertje natuurlijk. Die crossplane crank. Uitlaat eronder. Zou je daar een andere uitlaat zonder die Euro 4 pot onder hebben, dan gaat die nog echt lekker klinken ook. Die mega, hè, de koffers in dezelfde kleur. Je gaat natuurlijk altijd met je schoenen er tegenaan. Dus kun je van die stickers opkopen. Dus de eerste indruk is een goede indruk van deze topper van Yamaha, de Tracer 900 GT. En GT staat voor Grand Touren, maar staat bij mij ook voor gewoon top. Een goede eerste indruk. We gaan de lange video maken in vergelijking met de Nikon, ook de GT. En dan komen we wat meer terug op de details. Dus dit was de eerste indruk video van deze mooie Tracer 900 GT op Motortest TV. Vond je het leuk? Zet een duimpje onder de film. Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je op mijn kanaal. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.